Tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee vandaag heeft vicepresident Ashwin Adin meegedeeld dat de zaken over gronduitgiften die door VHP-parlementariër Mahinder Yogi aangekaart zijn, onderzocht zullen worden. Yogi overlegde stukken waaruit moet blijken dat minister Roline Samsudin als districtscommissaris zichzelf zou hebben bevoordeeld. Aanvragen die afgewezen waren, heeft zij voor zichzelf aangevraagd en ook positief advies uitgebracht. Een laatste punt betreffende het ministerie van RGB, voorzitter. En we hebben hier gesproken. En ik heb twee gevallen, voorzitter, welke aan de orde wil stellen hier. En het gaat niet om gronduitgifte, maar het gaat om de wijze waarop dingen gaan, voorzitter. Het gaat daarom. En de juristen onder ons, meneer B, bestuurskundige, districtsecretaris en anderen, die weten zeker wat een functionaris in een bepaalde ambt mag en wat een functionaris in een bepaalde ambt moet nalaten. Voorzitter, we krijgen een verzoek binnen van een meneer op een bepaalde datum. Het advies van de districtscommissaris op het verzoek is negatief. Wat schrijft de districtscommissaris Samsudin in 2011? Op het terrein staat een loods van het ministerie van Open LVV en het kan niet toegewezen worden. Goed, die arme burger neemt genoegen. Maar na 10 dagen na 11 juli, dient de districtscommissaris een eigen verzoek op datzelfde terrein en adviseert voor zichzelf positief. Voorzitter, adviseert voor zichzelf, adviseert voor zichzelf positief en krijgt ook een bereidsverklaring van de overheid. De onthulling van Yogi wekte reacties van zowel oppositie als coalitie-parlementariërs op. Zo merkte ABO-parlementariër Marinus B. op dat de gronduitgifte een voorbeeld is van wanbestuur. PL-parlementariër Raymond Sapoen kwam met het voorstel om het ministerie op te heffen, terwijl NDP-parlementariër Keshu Prasad Gangarampandi opmerkte dat de minister moet bedanken. De spreker heeft mijn naam genoemd. Inderdaad, ik ben oud-districtsecretaris, maar ook jurist. Voorzitter, dat noemen we onbehoorlijk bestuur. Inderdaad, helaas, ook deze minister van ROGB wordt niet bespaard van de nodige erupties waar het gaat om favoritisme, belangenverstrengeling, bewuste dubbele uitgiftes. En we zijn inderdaad moe, voorzitter. En ik denk dat iemand ooit in deze zaal een aantal jaren had gezegd, misschien is het goed dat het ministerie van ROGB 100 dagen dicht gaat, of misschien dat je dat ministerie gewoon kan opdoeken, heb je tenminste die zekerheid dat niemands belang wordt beschadigd. Als we deze zaken horen, geeft het alleen hoofdpijn. Die samenleving heeft al zoveel hoofdpijn. En dan moeten we ook dit aanhoren, wat de minister van ROGB allemaal doet. En als het waar is, je gaat niet met de bocht mee, je gaat recht door zee, dan moet ze gewoon bedankt worden. Dat waren dus enkele reacties van DNA-leden vandaag na de onthulling van VHP-parlementariër Mahinder Yogi. Hij onthulde dat de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Roline Samsudin, zich schuldig zou hebben gemaakt aan corruptie.